Het was niet voor hartraad, dus op het laatste. Nee, maar blijkbaar heb ik toch geen hart, dus dan kan ik er wel tegen. Nee, goed. We hebben ze terug laten komen. Op een gegeven moment staan we 6 doelpunten voor en komen ze iets te gemakkelijk terug. Een paar beslissingen van de scheidsrechters die niet aan onze kant waren. Maar goed, 2 punten waren belangrijk. Dat was het voornaamste. Dat was de opdracht op voorhand. Hè. Hier thuis tegen Vizé zeker niet verliezen. Want ja, die 2 punten die je extra hebt vandaag, is toch een leuke meepakker. Ja, zeker. En het is zo dat je, als je mee wilt doen voor de bovenste prijzen, dan moet je thuiswedstrijden sowieso winnen. Ook tegen Hasselt Bocholt. Dus oké, in Bocholt gaan verliezen is op zich zelf geen ramp. Er zullen nog wel ploegen op verplaatsing gaan verliezen. Dus, maar vandaag thuis moesten we zeker winnen. Zeker omdat ook Vizé de 2 punten tegen Tongeren heeft gehaald. Dus we zetten ze nu, we komen terug samen met Vizé op dezelfde plaats. Alleen met het verschil dat wij tegen hen gewonnen hadden, dan moest het ooit tot een gelijke puntenaandeel komen. Hè. Dus, en nu leggen we natuurlijk heel veel druk op Tongeren die binnen 14 dagen naar ons komen. En nu is het mentaal toch zeer belangrijk? Ja, ik denk dat een beetje ons falen was in de Beneliga in het begin. Hè. Een paar wedstrijden te veel verloren, dan gaan die mentale kopjes naar beneden. En dan, ja, goed, en dan zit je met een probleem natuurlijk. Hè. Niemand gelooft er nog in. En hebben we dan toch een betere periode gehad, maar dan toch wel een diep terug naar het nieuwjaar gekregen. En, deze zijn wedstrijden, daar haal je mentaal natuurlijk een ongelooflijk voordeel uit. En dat is voor de jongens natuurlijk zeker goed meegenomen. De ambitie blijft nog steeds kampioen spelen? De ambitie blijft de prijs halen, dus er is er nog maar één. Dus dan moet je kampioen spelen. Dus we willen meedoen. Al zal het niet gemakkelijk zijn. Hè. Vandaag ook weer een aantal zieken. Hopelijk kunnen we binnen 14 dagen een aantal mensen terug recupereren. We zitten ook met een tweede ploeg die we moeten laten kunnen draaien. Op deze moment zijn er 5 mensen uit, dus het is niet zo gemakkelijk. Maar kom, laat ons eerst genieten van deze overwinning. En we zien dan wel binnen 10 dagen tegen Tongeren.